Ik ben zojuist aangekomen hier in het Biosferenpark Crozes-Walsertaal en ik ga een hele mooie dag tegemoet. Achter mij ligt de Biosennerij Maroel en daar ga ik kijken hoe er kaas gemaakt wordt. Vanmiddag ga ik lunchen in een echte berghut hier in de omgeving. Ik heb er zin in. Zoals je kan horen is het hier behoorlijk luid. We kunnen nauwelijks met elkaar praten, maar we kijken maar mooi mee hoe dit kaas gaat worden. In een grote koperen bak wordt de melk door een brandend vuur langzaam op de juiste temperatuur gebracht. Heel langzaam zie je de verandering plaatsvinden. Zo, wordt langzaam kaas. Kaasmaker Klaus is een energieke man die op een hoog tempo tussen de verschillende machines doorbeweegt. Terwijl hier de bak nu leeg loopt, gaat via het buizensysteem alles hierheen. De ingedikte melk wordt op deze manier snel in de kaasvorm gespoten. Daar moet het vocht er nog uitgeperst worden voordat de kaas de kelder in mag om te rijpen. Klaus heeft voor zijn kazen ook allerlei prijzen gekregen en de laatste dat is deze zilveren. Met zoveel prijzen moet het hier wel goede kaas zijn. Uiteraard gaan we ook lekker stukje kaas proeven. Deze kaas is 4 maanden, deze 8 en 12 maanden gerijpt. En je proeft ook echt het verschil. Oh, lekker kaasjes dit, hè. Na het ochtendbezoek aan de kaasmakerij is er nog meer dan genoeg tijd om de bergen van het Crozes-Walsertaal te ontdekken. Ik neem het oude liftje van de Selbane Sonntag richting Stein omhoog om van daaruit een mooie wandeling te maken. Ik ben net met de lift tot hier gegaan. Nu ga ik over de Klankramsteinweg hier omhoog naar de Breithoornhütte. Daar ga ik lekker lunchen. De wandeling leidt over prachtige almen, waar in deze tijd van het jaar ontzettend veel bloemen in opkomen. Ook zijn er alweer veel koeien op de almen te vinden. Aan gezelschap wat dat betreft geen gebrek vandaag. Onderweg kom ik langs meerdere almhutten waar de boeren met hun familie gezellig samenkomen. En terwijl ik de route naar de Breithoornhütte wilde vragen, word ik uitgenodigd voor een drankje. Nou, vooruit. Een kleine pauze dan maar. Hoe hoger ik kom, hoe indrukwekkender het uitzicht. Wat is het Crozes-Walsertaal mooi zeg. Zo puur, ik ben volop aan het genieten. Na een paar honderd hoogtemeter kom ik aan bij de hut op 1680 meter hoogte. Wat een plek zeg. Ik heb op veel mooie plaatsen mogen eten, maar dit is wel heel bijzonder. Na een ontspannen bezoek aan de hut begin ik voldaan weer aan de terugweg.